De discussies over het klimaatakkoord en de rol die particulieren hebben bij het terugdringen van de CO2-uitstoot worden steeds intenser. Bijvoorbeeld als het gaat om verwarming en warmwatervoorziening van je huis. Kies je gas of elektrisch? Op basis van welke factoren maak je keuzes? Over op all electric of zijn er andere opties? Het lijkt misschien of de keuze zwart-wit is, maar dat is niet zo. Er zijn namelijk hybride producten die het beste van twee werelden bieden. In tegenstelling tot een all-electric warmtepomp kunnen deze eenvoudiger binnen bestaande bouw ingezet worden. Een hybride installatie bestaat uit een intelligente combinatie van een cv-ketel op gas en een warmtepomp op elektriciteit. Er zijn twee varianten verkrijgbaar. De eerste variant is een all-in-one hybride. Een warmtepomp met een geïntegreerde gasgestookte cv-ketel. De regelaar is zo ingesteld dat deze de energiebron aanspreekt die werkt voor de laagste kosten of de laagste CO2-uitstoot. Voldoet je cv-ketel nog prima? Dan kun je ook een bijplaatsing overwegen. Je plaatst dan een warmtepomp met hybride regelaar naast je bestaande cv-ketel. Beide varianten draaien hoofdzakelijk op de kracht van de warmtepomp. Indien nodig spreekt hij de cv-ketel aan om bij te verwarmen. Dit zijn beide mooie transitieproducten die je verzekeren van voldoende warmte en warm water tegen de laagste kostprijs. Dit kan leiden tot 25% energiebesparing in vergelijking met verwarmingsinstallaties die volledig op fossiele brandstof werken. Het biedt ook een zekerheid in de energiekosten. Hoe de energieprijzen zullen veranderen weten we niet, maar met een hybride systeem heb je altijd de goedkoopste bron in huis. Als de warmtepomp zijn energie haalt uit zonnepanelen, bespaar je eveneens op je elektriciteitskosten. Een hybride systeem is toekomstbestendig, duurzaam en goed voor de portemonnee. Wil je weten of een hybride installatie iets voor je is? Doe dan de warmtewijzer op remeha.be. Wij geloven niet in één oplossing. Remeha is van mening dat onze energievoorziening een mix moet zijn, waarin ruimte is voor verschillende energiedragers. Elektriciteit, gas en warmtenetten helpen gezamenlijk bij de verduurzaming en dus het terugdringen van de CO2-uitstoot in België.